Hoi, ik ben Stefan Gieke. Ik werk als technisch programmamanager bij Google.org. Google.org is de filantropische tak van Google. En we hebben als doel om uh, in de wereld, proberen zoveel mogelijk social impact uh, te bereiken. En eigenlijk alle producten die we maken, die uh, mogen geen uh, geld opleveren. Vandaag wil ik het met jullie hebben over uh, open overheid. Ik ga eerst iets vertellen over uh, de projecten die wij doen. Um, en daarna ga ik wat vertellen over de principes achter open overheid, die wij in de wereld hebben gezien en waarvan we denken dat ze uh, super succesvol zijn. Eigenlijk begon dit verhaal van Google Social Impact Team twee jaar geleden, toen een aantal van onze programmeurs uh, in het zoekgedrag hele rare pieken zagen. En uh, die pieken zagen zaten op hele specifieke momenten, uh, namelijk op de momenten dat mensen naar de stembus gingen. En dat waren woorden als. Waar kan ik registreren om te gaan stemmen. En uh, worden net iets later, een paar weken later. waar kan ik gaan stemmen? Wat we proberen te doen is informatie inzichtelijk te maken over wie zijn nou de kandidaten waar je op kan stemmen. Waar kun je naar de stembus? En als je in een land woont waar je, je moet registreren, hoe kun je je registreren. Um, en op de dag zelf proberen we inzichtelijk te maken uh, wie de winnaars zijn. Het tweede, wat we doen, is we proberen die informatie ook beschikbaar te maken als open data. Daarvoor hebben we de Google Civic Information API. Waarmee we uh, bijvoorbeeld politieke districten en kandidaten, uh, maar ook als mensen één keer verkozen zijn, vertegenwoordigers, inzichtelijk te maken voor andere ontwikkelaars, um, zodat die daarop kunnen verder bouwen. Het tweede team um, bij Google uh, Social Impact is uh, het Crisis Response Team. En wat jullie hier zien is een plaatje van um, Haiti. 12 januari in 2010. Uh, daar vond een hele grote aardbeving plaats in Port-au-Prince. En wat je hier ziet is een golfbaan net iets buiten de stad Port-au-Prince. Um, en wat we proberen te doen als Google is um, op zo'n moment hulpverleners van de juiste informatie voorzien om hun um, hulpacties goed te kunnen voorbereiden. Dus dit is hetzelfde plekje, maar dan een dag na de aardbeving. En je ziet hier al de opbouw van kampen omdat mensen niet meer in hun huis wilden wonen. En een, uh, nog een aantal dagen later zie je dat dit een compleet dorp is geworden. En de hulpverleners gebruiken dit soort informatie om te begrijpen waar moeten ze naartoe. Uh, waar moeten ze voedsel, water, medicijnen en dat soort dingen brengen uh, om de lokale bevolking te kunnen helpen. Het laatste en dat is het team waar ik in werk. Um, daarin proberen we eigenlijk anderen te helpen, helpen beter de wereld te begrijpen. Um, en een van de projecten die we daarin doen heet Google Flu Trends, um, waarin we proberen... Op basis van zoekvolume te schatten hoeveel griep er op een bepaald moment is. Um, dus dit is het uh, uh, de overlay van uh, de Centers for Disease Control illi signaal, dus dat is het aantal artsen dat rapporteert dat er griep is in hun praktijk, versus het aantal Google searches voor de term griepsymptomen um, in de wereld. En je ziet dat dat een signaal is wat heel goed matcht. Waarom dit belangrijk is, is dat um, uh, veel van de uh, public health organisaties, uh, zoals RIVM, dit soort informatie vaak veel te laat krijgen, dus twee maanden na een epidemie. En dat is niet heel erg handig als je een epidemie probeert te bestrijden. Voor het tweede deel van, uh, van mijn verhaal wil ik graag eerst beginnen met een korte inleiding. In uh, 2005 werd uh, de vorige pauze geïnaugureerd op het Sint Pietersplein in uh, Rome. En dit is een foto vanaf uh, uh, een van de avenue die die plek opleidt. Um, en dit is precies dezelfde plek. Uh, maar dan een aantal jaar later. En wat je hier ziet is dat de wereld mobiel is geworden. Dus iedereen loopt met een mobieltje in hun zak en uh, uh, sterker nog loopt steeds vaker met een mobieltje voor hun neus op het moment dat ze uh, over straat gaan en proberen daarmee verbonden te zijn met iedereen. Het ene na het andere sociale netwerk uh, groeit, uh, groeit over elkaar heen. Um, we zien dat de wereld steeds meer toegang heeft tot informatie door middel van cloud computing en dat soort ontwikkelingen. Um, en organisaties weten nieuwe verbindingen te vinden door apps te maken. Iedereen maakt dat soort applicaties om nieuwe verbindingen te zoeken met um, hun klanten. En uh, voor overheden ligt daar ook een enorme kans. Echter, als we naar die overheden kijken, zien we toch een iets ander beeld. Um, we zien dat politiek voornamelijk gebruik maakt van technologie op een succesvolle manier om, om aan de macht te komen. Het is Obama's campagne wordt heel vaak gezien als een hele succesvolle campagne en daarin werd analytics, big data en al dat soort zaken werd gebruikt, maar voornamelijk om mensen te laten doneren en uiteindelijk op Obama te stemmen. Um, en als we kijken naar IT binnen de overheid, dan zien we dat daar toch nog steeds een heleboel misgaat eh, dit jaar met uh, de hoorzittingen rondom um, uh, uh, grote ICT-projecten. De overheid heeft op de een of andere manier nog niet helemaal goed te pakken hoe ze nou technologie op een juiste manier kan inzetten. Om um, um, uh, um burgers te betrekken of om überhaupt basisdienstverlening goed op orde te krijgen. We zien bij burgers dat ondanks die versterkte uh, mogelijkheden om met elkaar te communiceren, het vertrouwen in politiek en in de overheid nog niet is toegenomen, sterker nog, uh, sterk blijft afnemen. En ook politieke partijen en de interesse in politiek, of in ieder geval deelname in politiek. Um, staat nog steeds onder zware druk. We zitten nu inmiddels op anderhalf procent, iets meer dan anderhalf procent van de Nederlanders die nog lid is van een politieke partij, maar in de afgelopen jaren 6% procent daling hebben gezien. En dat is vrij significant. Technologie heeft de manier waarop we samenleven sterk veranderd. En uh, denk, uh, of ik denk dat uh, de overheid daar uh, zijn vruchten van kan plukken. Maar er zijn nog wat strubbelingen tussen die genetwerkte samenleving en die toch vaak hiërarchische overheid. En je ziet dat in overheden er vaak hele specifieke rollen zijn, met uh, autoriteit en structuur, waarin gedacht wordt in sectoren en demografieën, waarin je kennis voornamelijk voor jezelf houdt en niet deelt met anderen, en vaak heel formeel. Terwijl. Het internet en al die netwerken werken heel anders. Die zijn heel plat. Je hebt wisselende contacten met allerlei mensen. Relaties zijn volledig gebaseerd op vertrouwen, niet op autoriteit. En mensen verwijzen naar elkaar om macht te krijgen. Als jij heel veel volgers hebt of je hebt een interessant artikel geschreven, dan gaan mensen naar je toe komen, niet op basis van de titel die je hebt. Netwerken voelen heel menselijk en ze overvloed aan kennis en informatie. Op het internet proberen we zoveel mogelijk dingen te filteren, omdat er zoveel is. Wat kunnen we nou als overheid doen en leren van die netwerken um, om uh, beter in contact te komen met onze burgers? En die open overheid, uh, we hebben een drietal principes gezien die vrij goed werken um, in, um, um, in, in die relatie uh, uh, tussen burger en overheid in de wereld. Transparantie is daar een, een belangrijke start in. Dus als je dingen inzichtelijk maakt voor mensen, dan gaan ze je of meehelpen of ze gaan je in ieder geval aan je aanwijzen waar dingen misgaan. Dus de reden dat Wikipedia werkt, een soort Linus Law genoemd, is dat hoe meer eyeballs er zijn, dus hoe meer mensen kijken naar content, des te groter de kans is dat er iemand is die een fout kan corrigeren of iets kan toevoegen. Wat ze daarmee eigenlijk zeggen is: stel dat er een Wikipedia-artikel is over een hele specifieke vorm van asfalt. Dan is er waarschijnlijk één iemand in Nederland die daar heel veel van af weet. En als je die weet te vinden, uh, kun je een hele waardevolle encyclopedie maken, heeft Wikipedia laten zien. Dus als je dingen zichtelijk maakt, gaan mensen ermee aan de haal. Om een voorbeeld te geven, dit is een, een plaatje van David McKendall's in het boek uh, Data is Beautiful. Ik zou jullie van alle van harte aanraden om dat een keer te kopen, want er staat prachtige illustraties in. En wat je hier ziet is um, miljarden die wij als mensen uitgeven aan dingen. En het grote paarse vlak rechtsboven, daar zie je wat we hebben uitgegeven aan de oorlog in, in Irak en Afghanistan. En dat kleine lichtroze vlakje dat daarin zit is wat we dachten dat we gingen uitgeven. Het uh, zwarte vlakje daar links van is, uh, staat voor de schuld die Afrika aan het westen heeft op dit moment, ongeveer 227 miljard. En als je daar net onder kijkt, zie je dat de marktwaarde van Apple precies net zoveel is. Dus als we Apple cadeau doen aan uh, Afrika, dan zijn ze uit de schulden. En wat misschien nog bizarder is, is als je naar het volgende plaatje kijkt, dit is ongeveer dezelfde omvang en dit zijn de tot op heden geïncasseerde kosten van de kredietcrisis. En dat zet heel erg mooi in context waar we ons geld aan uitgeven um, als samenleving. En dit inzichtelijk maken uh, leidt uiteindelijk tot veel meer begrip. Ander mooi voorbeeld is, uh, is Schooloscope, een uh, website uit de United Kingdom. Um, wat ze daar hebben gedaan is eigenlijk gekeken naar alle inspectierapporten. En um, uh, die hebben ze geprobeerd om zo te veranderen dat ouders eigenlijk weer een beetje gaan begrijpen waar het over gaat. Um, bijvoorbeeld in Nederland uh, registreren we taalscores op uh, scholen op basis van de CLIT-index. Nou, ik ben ook geen taalkundige, maar u thuis weet waarschijnlijk ook niet wat dat is... En het is dus ook heel lastig voor een ouder om te kunnen beoordelen wat een CLIT-score van 8 voor een school precies betekent. En wat deze mensen hebben gedaan is, dat hebben die data van de overheid gepakt en gekeken wat betekent dat nou. En in sommige gevallen betekent dat op deze school wordt goed Engels onderwijs gegeven, versus een andere school waar dat slechter is. Um, en dat op die manier duidelijk in menselijke taal inzichtelijk gemaakt voor burgers. En transparantie levert ook geld op. Uh, dit is een voorbeeld van uh, het openmaken van informatie over medicatiegebruik. En waar ze uh, in het Verenigd Koninkrijk uh, geven ze 8,8 miljard euro per jaar uit aan medicatie. En waar ze achter kwamen is dat voor één specifiek medicijn, uh, voor hartfalen, daar in heel veel gevallen een merkmedicijn werd gebruikt waar ook een generic zou kunnen worden gebruikt. Een generic is een medicijn wat een uh, uh, chemisch exacte samenstelling heeft van een merkmedicijn, maar het kost alleen veel minder. Um, dus in acht weken hebben ze acht miljoen pond bespaard door te zeggen: Jullie mogen geen merkmedicatie meer kopen voor deze specifieke hartkwal. Dit gaat maar over één medicijn. Eén uh, medicijn, acht miljoen pond bespaard. Organisaties die daar uh, heel ver in gaan, dus bijvoorbeeld uh, UK Digital Service, waarin eigenlijk alle belangrijke overheidsdiensten steeds vaker transparant worden gemaakt en allerlei kernindicatoren op het internet publiceren. En door na te denken, alleen al het proces van nadenken over wat dat moet zijn. En hoe je dat aan burgers brengt, zorgt ervoor dat verschillende diensten met elkaar gaan praten en veel beter gaan nadenken over waartoe zij er eigenlijk zijn. Het tweede onderdeel waar ik het graag over wil hebben is hoe we de overheid een beetje meer participatief kunnen maken. En nou weet ik dat dat een, een beetje een raar woord is op dit moment, maar ik denk echt dat technologie. En al die netwerken die we gemaakt hebben met elkaar een enorme kans bieden. Dit is een voorbeeld uit La Plata. Dat is een uh, dorpje in Argentinië, of een stadje in Argentinië moet ik zeggen. Um, waarin ze 30% van het jaarlijkse gemeentebudget gezamenlijk verdelen. Dus je kan met je wijk een aantal voorstellen voorbereiden. En uh, die worden door de hele stad um, in of uit het budget gestemd. So, je moet je voorstellen dat we 30% van de rijksbegroting um, gezamenlijk zouden kunnen uh, allokeren. Um, Super super interessante voorbeelden. En überhaupt in uh, Latijns-Amerika zie je dat dit op heel veel plekken heel structureel voorkomt en, en, uh, en ook vrij goed gedaan wordt. Een laatste uh, leuk Nederlands voorbeeld petities.nl. Waar uh, inmiddels al verschillende petities toch over de 400.000 handtekeningen hebben gehaald. Bijvoorbeeld deze petitie over het vervoegen van borstkankeronderzoek. Het zou echt super leuk zijn als we dit soort dingen serieuzer nemen en ook daadwerkelijk gaan gebruiken um, in onze parlementaire realiteit. Laatste en dit brengt het denken misschien nog iets verder, maar is je kan de overheid zien als een platform. Je zou kunnen denken in termen waarin je anderen de mogelijkheid geeft om verder op jou te bouwen. Uh, een voorbeeld van uh, ons bedrijf Google is is Android daarin. Dus wij realiseerden ons op een gegeven moment dat het niet zo heel erg handig is om zelf alle apps voor Android telefoons te maken. Um, dus wat we hebben gedaan is het besturingssysteem opengemaakt voor derden, zodat ze daar apps op kunnen bouwen. En sterker nog, we hebben het hele besturingssysteem open source gemaakt, zodat anderen daar aan kunnen bijdragen. Um, en dat heeft er gezorgd voor inmiddels miljoenen applicaties um, en een enorme um, markt aan uh, toepassingen die gemaakt zijn uh, uh, op dat platform. En ik denk dat de overheid misschien ook wel zo'n platform zou kunnen zijn. En er zijn inmiddels een aantal voorbeelden die door technologie mogelijk zijn gemaakt. Die een aantal jaar geleden echt niet konden. Om een voorbeeld te nemen: um, openbaar vervoer in Nederland. We gebruiken het heel veel, um, en het is ook vrij goed. En doordat heel veel vervoersbedrijven ervoor hebben gekozen om die data open te maken, um, is het nu ook beschikbaar geworden in verschillende vormen van apps en gebruiken mensen het dagelijks. Je hebt het over miljoenen verzoeken of miljoenen reisverzoeken per dag die worden bekeken. Voor een groot deel um, is dit mogelijk gemaakt door een, een groep vrijwilligers die openov.nl heten. Uh, het zijn Programmeurs, nerds, die hebben bedacht, goh, het zou toch fijn zijn als die vervoersinformatie in allerlei toepassingen beschikbaar zou worden. En die hebben eigenlijk het mogelijk gemaakt dat dit soort informatie nu beschikbaar is in dingen als Google Maps. Um, en in verschillende apps die je op je telefoon kan hebben, zoals de treinapp op, um, um, op Apple. En je zou het misschien niet zo snel uh, realiseren, maar buienradar.nl is de nummer vier website in Nederland. Super populair en natuurlijk ook super belangrijk, omdat we helemaal niet graag door de regen heen fietsen. Um, is gemaakt op basis van data die de overheid beschikbaar heeft gesteld door het KNMI. Het KNMI heeft die radar. En openmaken van die data creëert waarde. Uh, dus in 1998, uh, dit is onderzoek gedaan door Deloitte, was uh, die data gesloten en de kosten voor, de, voor het kunnen verkrijgen van die data ongeveer een ton per jaar. Wat je nu ziet is dat die data open is geworden. Meer mensen kunnen er gebruik van maken, kost nog maar 20.000 euro per jaar. Dus door het openmaken van die informatie. hebben we aan de ene kant uh, nieuwe toepassingen zoals buienradar. Um, ...en andere um, in die meteomarkt. Um, maar en, en anderzijds hebben we een dienstverlening, of een dienstverlening die beter is geworden. Een betere publieke dienstverlening door middel van open data. Dus je moet je als overheid soms afvragen hoe kunnen wij een platform zijn... ...en faciliteren we iets waar anderen um, een betere publieke dienstverlening kunnen maken. Een samenvatting van mijn verhaal van vandaag is hoe komen we tot een open overheid... Wij denken dat er een drietal principes zijn die we en, uh, uh, in ieder geval op dit moment in de, uh, in de wereld zien die succesvol lijken te zijn. Allereerst probeer dingen transparant te maken en maak het inzichtelijk voor iedereen. Tweede is maak het participatief. Dus uh, mensen hebben competenties en er zijn nu netwerken om mensen met die competenties te bereiken en te activeren. En tot slot denk na over of jij iets moet doen of dat je iets terug kan geven aan de samenleving um, en het daarmee participatiever kan maken. Ik denk dat dat een mooie weg is richting een open overheid en een veel leukere en betere overheid. Dank u wel.